Als er te weinig ruimte is voor competitieve gevoelens, dan kun je natuurlijk het jachtgebied wat uitbreiden. Een baantje erbij op de snelweg is een veelgehoord verzoek. Maar misschien is het een te simpele oplossing om gewoon overal meer asfalt neer te leggen. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel uitkijken dat je niet op het territorium van andere jagers terechtkomt. En bij Utrecht hebben ze een aardige tussenoplossing gevonden. Inmiddels is het gebruik van de vluchtstrook als zogenaamde spitsstrook redelijk ingeburgerd. Nieuw daarentegen is de experimentele plusstrook, zoals we die vinden op de A27 bij Utrecht. Maar wat is nou het verschil tussen die twee? Het verschil tussen een spitsstrook en een plusstrook is eigenlijk dat je bij de spitsstrook gebruik je de vluchtstrook. En daar zijn natuurlijk toch een hoop mensen die daar wat moeite mee hebben. En bij de plusstrook handhaven wij de vluchtstrook. Ik denk dat deze maatregel die we hier nu treffen als experiment ons ook de gegevens moet aanbieden of dit misschien ook kan. En dan zou toch de voorkeur eerder uitgaan naar varianten waarbij wij de vluchtstrook handhaven. Deze strook is uitsluitend bedoeld voor de avondspits. Maar overdag en 's nachts is de strook dus afgesloten. Dus overdag zijn er gewoon twee rijstroken beschikbaar. Zo op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen de gewone driestrooksrijbaan en de snelweg met plusstrook. Ja, we hebben eigenlijk van het breedteprofiel van de weg hebben wij de vluchtstrook ietsje smaller gemaakt, maar nauwelijks smaller. De rechter rijstrook is een normale rijstrook waar dus ook het vrachtverkeer in volle omvang, kan ik wel zeggen, kan rijden. En dan hebben we de twee linkerstroken, die zijn iets smaller gemaakt. Uiteraard is bij dit alles de veiligheid niet vergeten. Aan de ene kant hebben wij extra pechhavens gemaakt langs het gedeelte hier, de plusstrook. Daarnaast staan er camera's boven de weg om de veiligheid te bewaken. Daarnaast zijn de twee linkerrijstroken, daar mag je alleen overheen rijden als je smaller bent dan 2 meter. En last but not least de snelheidsbeperking. U mag 70 rijden. En die 70 kilometer die worden ook gehandhaafd door justitie in samenwerking met de KLPD.